Welke aandelen moeten de eindejaarsrally gaan dragen? Geloof je daar nog in? Het is 4 december vandaag. Het is nog geen einde jaar. Dus wat dat betreft, die zie je, het grappige is, je ziet die meestal in de laatste 2 weken met heel weinig omzet. En iedereen zich af te vragen, waar komt het nu door? En in januari zijn we het allemaal vergeten, maar staan de koersen toch een stuk hoger. Of dat dit jaar weer gaat gebeuren, wie het weet mag het zeggen. De meeste jaren gebeurt het, dus ik hoop dit jaar ook. Okay. Welke aandelen het moeten gaan dragen? Er zijn er al best wel veel die het... We hebben natuurlijk een prachtig jaar achter de rug met de aangemelden van deze wereld. Ik denk toch de achtergebleven kindjes, en je ziet het nu een beetje in de Aals en de Vopaks van deze wereld, die langzaam een beetje de boel beginnen te dragen. Dus ik denk dat het daar vandaan moet komen, dat de achtergebleven kindjes. Okay. Ik denk dat het gewoon de vooruitlopende kindjes gaan zijn die het goed gaan doen. Gewoon dat stuk van de markt wat profiteert van de groei. De groei is gewoon ongekend goed. Als je het over de laatste 10 jaar krijgt, hebben we zo'n goede wereldeconomie niet meegemaakt. Uh-huh. En dat is, daar worstelen we allemaal nog een beetje mee. We kunnen nog steeds niet helemaal geloven. Ja. En dat zal heus wel een keer keren. Maar dat gaat volgend jaar nog niet gebeuren. Ja, maar al die industriële bedrijven die zijn al zo verder op vooruit. De ASML van deze wereld, de Awards van deze wereld. Iedereen heeft het van, dat zijn de cyclische aandelen. Daar stoppen we al ons geld in. En die hebben al zo'n enorme performance laten zien.